Jeugdcultuurfonds Arnhem wil het gebruik van de Gelrepas stimuleren. Gebleken is namelijk dat nog lang niet ieder kind uit de doelgroep gebruik maakt van de mogelijkheden die de Gelrepas biedt. Met wethouder Elfrink spraken wij over de Gelrepas en het Jeugdcultuurfonds. Jeugdcultuurfonds en de gemeente, die hebben samen verbinding. Waarom? Ja, omdat we het heel erg belangrijk vinden. Dat mensen muziek kunnen maken, toneel kunnen spelen. Als ze dat graag willen doen of op andere manieren met cultuur bezig willen zijn. En dat ze dat vinden ook voor sport. Iedereen moet kunnen sporten, iedereen moet mee kunnen doen met cultuur. En daar hebben we hele mooie samenwerking voor met het Sportfonds, maar ook met het Jeugdcultuurfonds. En dat is nog niet zo heel lang. En dat laatste, dat willen we dus ook heel erg bekend gaan maken. Dat je ook muziekles kan gaan volgen via het Jeugdcultuurfonds. En via de Gelrepas van de gemeente. Ook als je minder geld hebt, kun je dat gaan doen. Wat kunnen de kinderen dan allemaal doen? Eigenlijk van alles wat. Vandaag was hier Sven. Die was de 25e. Die via het Jeugdcultuurfonds wordt geholpen. En die gaat pianoles volgen. Met ondersteuning van Gelrepas Jeugdcultuurfonds. Nou, dat is hartstikke mooi. De Gelrepas, er wordt nog niet zoveel gebruik gemaakt voor de jeugd eigenlijk, hè? Ja, wel op het gebied van sport. Daar wordt hij heel veel voor gebruikt. Daar zijn echt heel veel kinderen die dat daarvoor gebruiken. Maar voor cultuur nog veel minder. En dat vinden we ook belangrijk dat kinderen dat ook gaan doen. Daar is ook bekendheid voor nodig. En de samenwerking met het Jeugdcultuurfonds helpt ook heel erg goed daarbij. Dus we moeten meer het Jeugdcultuurfonds promoten en ook de Gelrepas. Ja, inderdaad. Echt een hele goede initiatief, de Jeugdcultuurfonds. En, ja, en iedereen vertellen dat de Gelrepas er is. Dus ook als je wat minder geld hebt, kun je leuke en belangrijke dingen doen voor je leven. Op gebied van sport en cultuur. Want daar zijn deze dingen voor. Want u heeft de portefeuille van cultuur. Cultuur is ook belangrijk voor een kind natuurlijk, hè? Ja, het is ontzettend belangrijk. En alles wat je jong leert, dat neem je hele leven mee en heb je plezier van. Ja, en iedereen moet muziekles kunnen krijgen. Dat vinden we ook belangrijk. En dat maken we op deze manier mogelijk.